Vandaag hebben we te gast Jeannette en Barry Doorn. En mijn naam is Rietje Barbels. Vanuit het Kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Dag met een lach ontstond naar een idee van Desiree Dekker en Jacco Brandt. Eind juli 2000 was het zover en konden ze daadwerkelijk starten met activiteiten voor kindertjes met een speciale aandoening. Inmiddels is het een stichting, toch? Ja, ja. Klopt. Welkom Jeannette, welkom Barry. Dank je. Inmiddels is het een stichting en jullie hadden het idee om kinderen die wel een verzetje kunnen gebruiken, zo staat het op jullie site, waardoor ze even hun zorgen kunnen vergeten. Klopt. Er zijn kinderen die, die het niet treffen dat ze gezond zijn. Gewoon ziek, vaak in een ziekenhuis. Last ervan, dagen niet uit van het bed kunnen komen. Zulke kinderen verdienen, zoals onze naam al zegt, een dag met een lach. Gewoon even een dag zonder al die ellende. Even vergeten, gewoon plezier, lol. Gewoon net als een ander kind, gewoon blij zijn. Een gewoon kind. Ja. Even gewoon kind zijn. Maar hoe zijn jullie daar dan betrokken geraakt? Kenden jullie die Desiree en die Jacco? Of toen de tijd nog niet. Nee. Maar hoe hoor je daar dan van? Nou, volgens mij was het, dat was ook in 2015, dat ik op Facebook iets voorbij zag komen. En ik denk van, dat lijkt ons wel leuk. Wij hebben een Ford Mustang. Dus toch een speciale een hele auto. Rood, hè? Dat is een flinke auto. Een Amerikaan, inderdaad. En in september werd er een dag georganiseerd waarin het concept werd uitgelegd. En daar kwamen in eerste instantie alleen dan de rijders naartoe. En Jacco en Desiree waren daar ook om het concept uit te leggen van Dag met een Lach. En zodoende zijn we met hun kennis gemaakt. Dus jullie zijn echt vanaf het allerprilste begin bij betrokken vanaf geweest. Vanaf het allereerste moment zijn wij erbij. Mooi. Ja, absoluut. Zeker. Je ziet het groeien. Ja. We zijn nu 3 jaar verder en je ziet het groeien en dat geeft voldoening. Als ik het goed heb, dan is het begonnen met eigenaren van speciale auto's en sportauto's die er een heel speciale dag van hebben gemaakt. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik bedoel, heel speciale auto's. Dan hebben jullie een Ford Mustang. Mm-hmm. Ja. Dat is waarschijnlijk dus... Dat is, zo'n, is dat er een met dat soort vleugels? Of zo? Nee, dat zijn meer de Cadillacs. Nee, het idee van onze stichting, het is begonnen toen Jacco heeft meegedaan met de Maarten Memorial. Dat gaat uit van, Sophia? Vanuit Sophia? Weet ik niet zeker, maar het is wel en dat was echt een dag waar ook een toertocht gedaan werd met de kinderen, zieke kinderen. Maar dat was echt met Lamborghinis, Ferraris. Nee. Echt de top van de top van de sportauto's. De dure, de luxe. Ja. Echt heel luxe. De crème de la crème van de auto's. Hij zelf heeft een Porsche en hij vond dat een heel mooi concept. Maar hij dacht ook bij zichzelf, het is echt een heel hoog segment. Ja, dus een kleiner segment. Mensen. Er zijn ook mensen die iets minder dure auto's, luxe auto's hebben. Maar nog steeds interessante auto's voor kinderen sowieso. Ja, want kinderen vinden een auto natuurlijk al een stuk sneller interessant. Die ook zoiets zouden willen doen, maar die met zoiets niet mee mogen doen, omdat ze niet binnen de normen vallen. Vallen dus zijn toen, buiten de boot. Dus, toen heeft hij zelf heeft een soortement van rekensommetje gemaakt. De schaal van 5 volgens mij, als het goed is noemt hij die. Ja. Het idee is, het gewicht van de auto delen door de kilometers mag niet hoger uitkomen als 5. Dus je hebt een auto van 2000 kilo, dan moet je minimaal 400 pk hebben.
2000 gedeeld door 4, 100, ja, kom je op 5. Ja? Heb je meer, kom je lager als 5. Ja, en wat heeft dat... Wat heeft dat dan kom je dus, dat belangrijk? Dan kom je in het segment auto's, dat ja, nog wel een beetje interessanter is. Niet een standaard Fordje, Golfje... Ik heb een Mercedes van 30 jaar oud. Een hele zware. Is dat dus... Die is dus waarschijnlijk niet? Waarschijnlijk niet, omdat hij waarschijnlijk de pk's niet heeft. Ja. Niet beledigend bedoeld, het zal vast een hele mooie auto zijn, maar nee, ja, het gaat er toch om dat de auto redelijk rap vooruit komt, omdat kinderen gewoon snelheid leuk vinden. Snelle auto's vindt elk kind Mijn kleinzoon, de foto daar in mijn huiskamer, die vindt mij de mooiste hoor. Ja, dat komt dan helemaal goed. Kun je dagen met je kleinzoon, kun je gewoon de pad op. Maar dan komt dus, dan kom je in een segment van een Mustang, een Camaro, ja, ook Porsches, maar ook een... Plymouth. Plymouth. Ja, die hebben we nog nooit gezien. Maar ook de Fiat Abarth. Dat is dan een Fiat 500, maar door een speciale fabriek is daar een speciale motor in gedaan. Dus daardoor, met die rekensom, gaat die dus heel snel. Het is een gek idee dat die wel mag en mijn auto kan niet. Ja, als je, dat de, auto gek idee. Als je de auto zelf ziet, zou je denken van waarom. Maar als je weet hoeveel power, kracht dat er in zo'n autootje zit. Wow. Die rijdt menig sportauto, rijden die gewoon compleet kwijt. Nou, welke kinderen komen daarvoor in aanmerking? Welke aandoeningen? Waar moet ik aan denken? Ik weet dat er een bepaalde groep is met hartaandoeningen. Ja. Maar waar moet ik nou allemaal verder aan denken? Aan kinderen met ernstige longproblemen of zo? Of kinderen die slecht kunnen lopen? Of ja, of ja, kankerpatiëntjes kan ook. Kankerpatiëntjes of kindjes die heel slecht zien? Of ook, dat kan. Ja, ja. Of met een verstandelijke handicap. Dat zien we ook nog wel. Druk al hier, hè? Ja, hier. Maar wij doen het in principe door heel Nederland. Jullie gaan het hele land door? Ja. Oh, het zijn overal, dat is een verschil. En door wie worden jullie bijvoorbeeld opmerkzaam gemaakt? Wie geven jullie aan van daar is een kindje dat best in aanmerking zou komen? Wordt dat door, mag je je aanmelden zelf? Hoor je het via familie, via school, via meestal, huizen waar ze wonen? Ja, meestal zijn het kinderen die al met het gezin aangesloten zijn bij een andere stichting. Bijvoorbeeld Zeldzame Ziektefonds. Of, even kijken, Stichting Steun 22Q11. Dat zijn allemaal wel redelijk onbekende stichtingen. Ja. Maar eigenlijk zijn dat dat stichtingen die... Er is ook een gradatie in de ziekte bijvoorbeeld. Dat jullie zeggen, nou, het moet echt... Het kind moet wel zo gezond zijn dat het niet... zorg nodig heeft om de dag... ze kunnen niet van ons verwachten namelijk dat wij een kind... medicatie gaan geven of zoiets dergelijks. Dus een kind moet wel een dag of net een deel van een dag, hoe lang dat duurt, moet wel gewoon kunnen functioneren zonder dat hij zorg nodig heeft. Ja, dat is het criterium waar jullie aan vasthouden. Het moet wel veilig blijven. Maar daarin is het zo breed als dat maar kan. Mm-hmm. Ja. Er zijn, het klinkt misschien niet aardig, maar er zijn nog heel veel organisaties die soortgelijke dingen doen. Klopt. Ja. Wat maakt jullie nou onderscheidend? Waarom is jullie stichting nou wel zo belangrijk? Nou, niet te zeggen dat andere organisaties niet belangrijk zijn. Nee, maar jullie hebben het anders dan anderen. Ja. Ja, wij werken denk ik het meest samen met andere stichtingen. Wij stellen eigenlijk onze chauffeurs met auto's beschikbaar aan andere stichtingen. Zodat zij de kinderen die in die stichtingen zitten een leuke dag kunnen bezorgen. Met begrijp ik nou goed? Jullie hebben een aantal mensen die bijzondere auto's hebben. Ja. Die stellen zich beschikbaar om er voor andere stichtingen met kindjes te gaan rijden. Ja. Oh, dat had ik niet begrepen. Ja. Wij hebben een... Jullie lenen dus als het ware auto's met chauffeur uit. Ja, daar komt het wel op neer. En we hebben dan één evenement die bieden onze diensten aan eigenlijk. Zo kun je het zien. Ja. Nou, ik dacht dat jullie zelf dat soort dingen organiseerden. En daar zelf ook helemaal gevolg aan gaan. Dus we gaan dat doen en we hebben onze chauffeurs. Dat regelen we zelf. Nee, dit is veel mooier. Jullie leveren dus ook mensen. Aan andere stichtingen. Ja. Andere stichtingen die daar. Zo is het begonnen. Er is wel één keer in het jaar is er een evenement. Dat organiseren we zelf. Ja. En dan gaat er van ons uitgaande uitnodigingen naar een aantal stichtingen toe. Ja. De laatste keer hebben we geloof ik... En is dat om dan te vragen, nou, we hebben jullie een aantal diensten verleend. Kunnen jullie ons nou een keer helpen? Nou, het zijn dezelfde stichtingen waar dat we ook aparte evenementen mee hebben. Maar dan hebben we zelf een evenement, dat organiseren wij. Wij delen in hoe, wat, waar en wie. En dan gaat er gewoon een uitnodiging naar een bepaald aantal stichtingen.
van, ja, van jullie vandaan kunnen we zoveel kinderen, van jullie vandaan zoveel kinderen. En dat is echt een evenement wat wij organiseren. Welk evenement is dat dan? Dat is Te Land Ter Zee, bij de Loosdrechtse Plassen. Oh, daar heb ik iets over gelezen, ja. Ja. Oh, dan kom ik straks. Is goed. Ja, dat wil ik straks doen. Activiteiten gebeuren in groepsverband. Ja. Maar dan denk ik, er zitten flink, zeker als je die grote oude auto's neemt, daar zitten flink wat kosten aan ook. Die, zo'n auto waar je net zei, dat, die rijdt waarschijnlijk die van jullie, 1 op 4. Nee, want we hebben een nieuwere Ford Mustang. En die rijdt naar Amerikaanse begrippen vrij goedkoop. Ja, maar dat bekostigen we zelf. Ja, maar dat bedoel ik, hè. Er zitten dus een hoop kosten zijn eraan verbonden. Dus die activiteiten gebeuren in groepsverband. Mm-hmm. Worden die kosten voor zo'n dagje uit door de stichting gedragen? Moeten de ouders een bijdrage leveren? Hoe werkt dat dan bij jullie? Gezinnen blijven compleet vrij van enige kosten. Maar wie neemt die kosten dan op zijn dag voor zijn wij. De chauffeurs? Het idee is... Chauffeurs of de stichting zelf. Ja. Ja. Het idee is, je stelt niet alleen jezelf en je auto beschikbaar, maar je bent ook de verantwoordelijke voor dat kind wat jij in de auto hebt. Dus ga je naar de dierentuin. Ben je de gastheer, gastvrouw voor zo'n kindje op alle manieren. Dus jullie zullen zeggen van, we nemen 's morgens een ijsje en tussen de middag een kroketje en daarna nemen we nog weer een frikandelletje. Noem maar op, dat bepalen jullie zelf. Dat gaat dus niet in groepsverband. We zijn bij elkaar, we gaan naar bepaalde locaties toe of we doen een bepaalde ronde. We zijn bij elkaar. Maar het is zo, de kosten die er worden gemaakt, want alles kost geld natuurlijk. De gezinnen en de kinderen kost op niks, dat doen wij. Dus als wij een kind in de auto hebben, gaan we naar een dierentuin, betalen we onze eigen intree. En maar dat ook van de intree kind. Van dat kind wat bij ons is. Nee, maar dan denk ik dat jullie bijvoorbeeld, als jullie met een groepje zijn, jullie gaan gezamenlijk eten, dat er dan iedereen neemt hetzelfde eten. Dan wordt het waarschijnlijk niet, dat kind mag dat, want die zal meer dan een ander kind mogen. Ik neem aan dat dat ja, dat scheelt sowieso. Dat je dat dan afspreekt met elkaar van... Vaak als er een stichting meegaat, dan zijn er ook wel vrijwilligers die meegaan en die dan ook voor eten zorgen. Dus het wordt, het is verschillend. Soms maken ze lunchpakketjes die ze meenemen naar een dierentuin. Elk evenement is dat weer anders. Ja, er is eigenlijk, de evenementen zijn niet zo heel goed met elkaar te vergelijken. Nee, maar dat is juist heel leuk. Maar dan denk ik, dat vinden kinderen waarschijnlijk prachtig. Ze vaak ziek zijn en je gaat dan lekker picknicken. Absoluut. Zo? Of naar een dierentuin. Of naar een pretpark. Ja, precies. Jullie hebben een hele mooie zin, want lach is heel belangrijk. Vooral veel en vaak, las ik. En daar hebben jullie een hele mooie zin voor bedacht. Een lach is in een flits voorbij. Maar de herinnering eraan blijft altijd. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ze organiseren jullie bijvoorbeeld een complete dag uit naar een theater. Hoe gaat dat dan? Want daar zul je dus ook specifieke dingen voor moeten regelen, denk ik. Ja. Een theater. Of rolstoelen, of speciale stoelen. Ja, een theater hebben we nog niet specifiek gehad. Ja, een theater zelf gehad. Hebben we nog niet gehad. Maar we zijn bijvoorbeeld wel vorig jaar naar het DAF Museum geweest. Ja, en dat museum. Dat was van Villa Perdus uit. Dus dat had Villa Perdus had dat geregeld. En dan zijn wij echt, eigenlijk de stichting die grotendeels de chauffeurs en de auto's levert om van Villa Perdus vandaan naar het DAF Museum te komen. En om dus zo ook weer terug te rijden. Dat jullie hoofdbemoeienis. Onze hoofdbemoeienis is chauffeur zijn. Is in principe chauffeur zijn. En wat er omheen zit, dat wordt vaak door een stichting zelf bepaald, behalve dan met dat Te Land Ter Zee. Ja? Want die vullen we zelf in. En dan ben je grotendeels wel chauffeur met auto, maar daarna ga je ook met die kinderen nog een sloep op. Dan gaan we over de Loosdrechtse Plassen een sloeptocht doen. En van ons vandaan wordt er gezorgd dat er een patatkraam staat en dat er springkussen staan en dat er eten is en drinken. En dat wordt allemaal van ons vandaan geregeld, zodat gezinnen compleet vrij van kosten blijven en dat ze gewoon een dag plezier hebben. Hoeveel activiteiten nemen jullie tweeën dan deel? Want dan denk ik, er gaat heel veel tijd in zitten. Want afspraken maken met die ouders bijvoorbeeld, om zo'n kind mee te krijgen, dat moeten jullie dan ook zeker zelf doen. Nou, dat horen we eigenlijk op de dag zelf. Dat welk kind we in de auto krijgen. En meestal is dat van tevoren al wel helemaal ingedeeld. Hoeveel keer gaan jullie dan per jaar mee met kinderen op stap? We hebben in een jaar hebben we zes tot zeven grote evenementen. Mm-hmm. Er zijn ook een aantal evenementen die we doen. Stel dat een stichting Opkikker een aantal auto's nodig heeft, kunnen ze ook uit ons bestand auto's vragen. Vragen ze aan ons, joh, we hebben een evenement. Dat vind ik heel leuk. Ik dacht dat ik echt niet begreep uit jullie site dat het zo werkt. Echt niet, dat had ik niet begrepen. Ja, dat kan.
Maar dat, we werken gewoon heel veel met andere stichtingen, maar wij verzorgen dus gewoon het vervoer en een wat leuker vervoer als een standaard bus. Komt het op neer, gewoon echt even een interessante auto, dat die kinderen zeggen, ik heb in zo'n auto kunnen zitten. En, het was en vaak zit er dan ook gewoon echt een rit bij, dat je niet gewoon rechtstreeks... Het is niet rechtdoor aan de baan, het is een mooie, kruipdoor, sluipdoor, binnendoor, door een mooie tour. Leuke wegetjes, even snel weg. Ja. Naast een dag uit voor kinderen hebben jullie dit jaar voor de tweede keer, ook als gast, deelgenomen aan Cars for Charity. Ja. Jullie hadden daarbij zelfs een eigen plein. En toen dacht ik, een eigen plein waarbij jullie als doelstelling hadden om zoveel mogelijk voedselpakketten samen te stellen voor de Voedselbank Utrecht. Ik denk, wat heeft dat te maken met Dag met een Lach? Op zich is Dag met een Lach een organisatie die iets met auto-evenementen doet. En Cars for Charity is in principe een concept waar verschillende groepen die op verschillende manieren met auto's bezig zijn, ook tuners die ze vol met boksen duwen qua muziek of die ze helemaal in de spoilers duwen. Om met zulke verschillende groepen je een keer in te zetten voor een goed doel. Cars for Charity is dus gekozen voor Voedselbank. Dus dan heb je verschillende groepen die voedsel binnenhalen voor de Voedselbank. En omdat wij ook een organisatie zijn die iets met auto-evenementen doet. En met het goede doel. En met een goed doel. Ja. Ondanks dat dit dan niet speciaal met kinderen te maken heeft, ondanks dat er ook maar daarbij willen jullie dus blijkbaar gewoon sponsoren, als het ware, de Voedselbank. Ja. Want dat komt uiteindelijk ook de gezinnen ten goede. Dus daar zijn ook zat kinderen bij. Ja, maar waarschijnlijk geen kindjes die het hart wel nodig hebben. Ja, die zitten er ook bij. Geen zieke kindjes bedoel ik. Die zullen er ook vast bij zijn. Ja. Maar dat weet je niet. Het is in principe is dat gewoon voor heel Utrecht wie het nodig heeft. Maar dat is in principe een goed doel wat niet echt puur op zieke kinderen gericht is, maar omdat we ook een auto-stichting zijn die evenementen doet. Ja, want het is niet aan bepaalde locaties gebonden, hè? Het is niet alleen voor Goeree-Overflakkee, jullie gaan echt... Nee, wij gaan... Jullie zijn landelijk. Ja. Ja. Het is wel redelijk midden en onder in Nederland. Ja. Meestal wel een beetje centraal Randstad, zodat het ook moet voor toch de ook meeste hier naartoe chauffeurs... halen, hè? Hier zijn ook een heleboel kinderen met een beperking, hè? Klopt. We zeiden er straks al die truckers, die trucker-truck. Ja, die truckrun, ja. Ja, die truckrun, ja, maar er zijn, hadden ze meer dan 200 auto's dit jaar. Dat is niet te geloven. In april zijn jullie, ook voor de tweede keer was dat, met Petrolhead Events uitgenodigd. Om een dag, en dat vond ik zo geweldig, ik zie dat dan helemaal voor me, die kinderen. Een dag mochten jullie racen op het circuit bij het vliegveld van Wezen. Ja. Mm-hmm. Ja, dat hebben een aantal... Dat willen ze allemaal. Ja. Of heb je dan alleen jongetjes die dat... Nee hoor, er zijn meisjes die vinden dat net zo leuk. Ja. Krijgen ze een helm op? Zij hebben, het ligt eraan welke auto ze zitten, denk ik. Ja. Ja, als je gaat racen, dan moet je een helm op toch? Wij zijn zelf... We hebben daar zelf niet aan meegedaan, maar er zijn wel genoeg deelnemers van Dag met een Lach, rijders die daar wel aan mee hebben gedaan. Dus, want we hebben een bestand van, Dag met de Lach heeft een bestand van ruim 300 auto's. Ja, dus, dat is ongelooflijk, hè? Ja, en meestal is het wel een beetje een soort van vaste kern, een vaste groep die zich wel voor die evenementen inschrijft. Maar ze kunnen zich ook inschrijven. Jullie, er is een evenement, jullie doen een berichtje uit, een mailtje uit of wat dan ook. Ja, de organisator doet dat. Ja. Facebook, en dan kunnen ze zich inschrijven. Ja, we hebben een speciale Facebookpagina voor Dag met de Lach en ook nog een aparte voor de rijders. En als er een evenement is, dan wordt dat geplaatst van, jongens, er komt weer een evenement dan. Het is dan en dan. We hebben ongeveer zoveel auto's nodig. Schrijf je maar in. Wie schrijven ze in? Wie bieden ze en dan wie eerst komt, eerst maalt. Ja. En het gaat vrij snel hoor, vaak. Dat in het begin was dat wat lastig. Tegenwoordig is het, moet je snel zijn om erbij te zijn. Ja. Nou, denk ik, er zijn de kindjes. Vaak kleine kindjes. Ik weet niet of jullie een bepaalde leeftijdsgroep hebben. Dat jullie zeggen het gaat tot kindjes van 12 jaar of wat dan ook. Maar die zullen er, sommigen zullen het best eng vinden als ze heel klein zijn. Ja. 6, 7 moeder, jaar. Moeder moet wel eens mee of vader moet wel eens mee. Ja, dat nee, kan. Maar ik denk ook bijvoorbeeld. Ja. Maar ik kan ook voorstellen dat er in zo'n gezin bijvoorbeeld nog een broertje of een zusje is. Ja. Nou, zeg nou eens van hij mag mee, want die is ziek en jullie mogen niet. Kan toch ook niet? Klopt, dus ze mogen ook allemaal mee. Daar zijn we wel heel flexibel in. Ja. Oh, dat mag dus ook. Ja, dat broertjes en zusjes mogen ook mee. Want heel vaak, het kind wat ziek is niet alleen het kind. Nee, het hele gezin is ziek. Het hele gezin is ziek. Dus dit soort evenementen zijn voor het hele gezin eigenlijk. En met die supercars, gaat dat weer een vervolg krijgen? Gaan jullie dat weer doen? Dat is volgens mij de
tweede keer dat het nu geweest is. Ja? Maar ik wil nog verder, want ik heb alweer een seintje gereden. Jullie hebben afgelopen juni hebben jullie te land, ter zee en ter zee gedaan in Loosdrecht. Ja. Dat was een spektakel. Ja. Ja, ruim 100 auto's. En doen daaraan mee. Maar wie maakt die bakjes dan waar ze mee te land en ter zee? Ja, het is niet zoals het spelprogramma hoor. De bakjes zijn de auto's. Ik denk, hoe ga je nou met zieke kinderen, die laat je ergens af? Nee. Het wordt zo genoemd te land en te zee. Omdat te land doen we eerst een rit met alle auto's. Met de kinderen of met de brusjes. En daarna gaan ze met sloepen de Loosdrechtse plassen op en wordt er een rondvaart gemaakt. Ik wil nog even wat activiteiten met jullie doornemen, want anders dan vind ik het zo zonde. Ja, tijd gaat hard, hè? Hardrace circuit in Zandvoort. Dat was de derde keer dat jullie het hebben gedaan voor kinderen met een hartziekte. Ik denk, dat is link, want het is spannend. Het circuit, hardrace. Ja. Ook daar wordt wel een inschatting gemaakt hoe groot het risico is. En hoor, er wordt natuurlijk verantwoordelijk gereden. Je moet er altijd rekening mee houden dat je een kind in de auto hebt. Ja. 9 september aanstaande, heel belangrijke dag. Dat is binnenkort al, Villa Pardoes. Ja. Ja. Dat is heel bijzonder. Heel Vertel er iets over, want ik heb nog iets hoor. Dat is de vierde keer dat we dit doen. Dan gaan we met een stuk of 30, 35 auto's, rijders, nemen alle gezinnen die in Villa Pardoes zitten. Er verblijven maximaal 12 kunnen daar verblijven, 12 gezinnen. Alle broertjes, zusjes, alle kinderen die daar zijn. Ja, want die gaan echt naar een villa, die gaan echt een vakantie houden. Dat is een week. Die zijn een week, worden die compleet kosteloos, mogen die in die villa blijven. En is er dan ook, zijn er dan ook chauffeurs die zich beschikbaar stellen om ze overdag, of is dat activiteiten op het terrein zelf? Nee, dat is een activiteit. Daar gaan we met al die gezinnen, dus met al de broertjes, zusjes, de vaders en moeders rijden met hun auto's. We gaan ergens naartoe. Gaan we naar een locatie. De eerste keer zijn we bij Toverland geweest. Ja. Want Toverland heeft de samenwerking met Villa Pardoes dat de gezinnen daar gratis in kunnen. Want dat is ook heel vaak met donaties. De tweede keer zijn we in We moeten door. Ik wil meer weten. Jullie hebben, ik denk dat je zult het met me eens zijn. Eens per jaar houden jullie een fundrace. Ja. Fundraiser, ik denk dat je daar toch heel veel, daar wil je aandacht aan geven. Dus daarom wil ik er naartoe. Ja. Vertel daar even vlug over, want ik wil ook nog laten weten waar mensen zich aan kunnen melden. Dus ja, want de fundraiser is nodig om donaties binnen te krijgen, zodat er... het potje van de stichting goed gevuld wordt om daar dus ook weer activiteiten van te kunnen bekostigen. En niet alleen activiteiten, maar ook bepaalde kostenposten. En bijvoorbeeld het bedrukken van zo'n tasje, dat kost ook al geld. Dus dat... Nee, maar ik denk ook als ze naar het theater gaan, de acteurs, of wat dan ook, die zullen jullie misschien toch een vergoeding moeten geven. Ja, een bepaalde entree, gelden enzovoort. Dat is hard nodig. Een eventuele patatkraam die gehuurd wordt. Dat wordt daar allemaal van betaald. En daarom is die fundraiser nodig om geld in te zamelen. En nu hebben we afgelopen jaren hebben we daar al mee gedaan. En in maart 2019 dan gaan we weer mee met, ik denk, een stuk of 20 equipes weer, denk ik. En dan gaan we hopen op flinke. Dan is het aan al die equipe zelf om gewoon donaties binnen te halen. En natuurlijk. Vrienden, familie, noem maar op. Je kan je netwerk aanspreken, maar je kan ook ludieke acties verzinnen om geld in te zamelen. Je kan je diensten voor auto's. Ik ga ook nog een beetje reclame maken daarvoor. Ja. Wilt u nou een van de vrolijke vrienden worden? Of kent u een kind dat een bijzondere dag naar een theater verdient? Of wil u op welke manier dan ook helpen om zoveel mogelijk kinderen te laten lachen? Neem dan contact op met de stichting via het contactformulier. Maar dan moeten jullie me wel de exacte naam geven. Ja. Dat kan. Dat is in principe heel simpel. www.dagmetenlach.nl. Dat is simpel. En daar staat al de informatie op. Dus www.dagmetenlach.nl. Ja. Ik vraag aan Jan, dat is degene die dat voor ons allemaal regelt, of die dat onder in beeld even zet. Ja. Ja. Dagmetenlach.nl. In principe is er al de informatie te vinden, daar kun je ook binnenkort, die is nog niet beschikbaar, maar voor de nieuwe fundraiser wordt daar ook een link op geplaatst waar dat je kunt doneren. Kun je een van de rijders kiezen die meegaat, kun je donatie doen, maakt in principe niet uit, maar dat is een beetje een onderling wedstrijdje wie de meeste donatie binnenhaalt. Ja, dat snap ik ook. Want in principe gaat het allemaal op één hoop, maar je weet hoe het gaat. Nee, maar het is leuk als je weet dat jij het meeste hebt binnengehaald. Maar je kan ook informatie van de stichting vinden. Wat we doen, je kunt je ook aanmelden als rijder. Dus heb je een wat interessantere auto dan de mijne? Een snellere auto. Bijvoorbeeld.
Ik zag niks. Maar ja, heb je een wat snellere auto, laat ik het zo zeggen, dan kan je je ook aanmelden. En dan krijg je ook de kans, zodra er een evenement is, om je aan te melden om mee te doen met zo'n geweldig evenement. Ja, dus blijf zitten. Blijf zijn zitten. Er nog flakkee mensen die met zo'n auto, met een bijzondere auto, ja, dat is natuurlijk helemaal leuk. Ja. Altijd welkom. Ja, altijd welkom. Is ook ontzettend leuk. Blijven jullie nog even zitten? Ja. Dat was het weer voor deze week. En volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending is binnenkort terug te zien via Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. En natuurlijk via mijn eigen Facebook, Rietje Barels. Graag tot volgende week. Dag.